Hallo iedereen. Goedenavond vanuit Loveware. Donderdag 12 december, elke donderdag in de community. Ik ga Ruud er even bij roepen, want we doen dus elke donderdag een bijbabbel over de week. Nu, ik heb Ruud gisteren heel de dag hier in de winkel gehad. Dat was altijd heel plezierig. En Ludivine was hier ook. Ludivine die leidt de funparties van Frankrijk. En ja, Ruud. Hey. Ja, dat ben ik. Ja, Ruud was dus gisteren ook de hele dag in de winkel. Veel, ja, echt hard gewerkt eigenlijk, hè, Ruud? Goh, ik heb vandaag moeten bekomen. Ja, het was echt een stevige dag. Ja, ja maar goed, hè. Allee, Ludivine was heel content. Ja. Dus Ruud en Ludivine hebben samen de planning gedaan eigenlijk tot en met augustus 2022, maar liefst. Vrouwen kunnen nog wel werken eigenlijk. Ja, echt hard gewerkt. Ja. Maar ook wel goed, want dan, ja, dat zorgt ervoor dat het werk wat beter verdeeld geraakt en dat we beter weten wat er op de planning staat de komende maanden. Hè. Dus dat is heel, heel tof. Ja, ja, het gaat hier om vooral duidelijkheid over de homeparties. Ja. Maar goed, dat overlapt wel een beetje natuurlijk met het gamma van Loveware. En ik weet dat er bij ons in de community ook wel mensen zitten die graag eens een homeparty boeken of ja, die ons kennen via eigenlijk een Fun Factory Party. Hè? Ja, inderdaad. Ja. En altijd, altijd welkom. Hè. Je mag altijd sturen of laten weten als je dat graag wilt doen. Ja. Het is toch aangeraden. We kunnen dat last minute doen. We doen dat last minute. Maar vaak is het leuk als je dat op voorhand al vastlegt, dat we dat goed kunnen voorbereiden. Dat is plezant. Dus, ja, dan wil je naast onze agenda ook kunnen plannen natuurlijk. Ja, inderdaad. Vandaag was er een gastvrouw die komen halen is. Dat was het een en het ander, want Ludivine had die dus klaargemaakt. Dus ik had zelfs zo weinig zicht op hoeveel zakjes het waren. Dus 17 of zo. Dus die... Oh. Ja, het was echt een enorme party. En Ludivine had die allemaal in bakjes gezet. En ik had twee bakjes gezien, maar een derde achter mij had ik niet gezien. Dus ik heb 5 zakjes te weinig gegeven. Dus. Oei, ja. Dus achter, ze woont hier vlakbij. Dus. Ja, nu Ludivine moet dat natuurlijk ook, want wij zijn er denk ik allebei krak in geworden om Tetris-gewijs die zakjes zo vol mogelijk te puzzelen. Dat er echt helemaal mooi in elkaar past en dan toch nog dichtgeniet kan worden. Gedaan. Doen we graag. Dus ja, maar dat is een leercurve. Ik herinner mij dat ik in het begin ook regelmatig naar u stuurde van ja, hoeveel zakjes moet ik eigenlijk geven per... Ja. En uiteindelijk leert je hoe mooi dat je die kunt dichtplakken en toch daar heel veel in krijgen. Ja, zakjes stapelen, hè. Tetris. Hè. Ja. Maar Ludivine heeft dat toch graag... Allee, die valt wel snel onder de knie, moet ik zeggen. Maar ze zei het, ik kwam aan, ik zeg en ze... Oh, ik vind het fantastisch. Ja, ze kijkt er echt naar uit om in te richten en zo. Ja, dat is echt plezierig, hè. Ja, het was echt heel, heel snel. Oh, ja. Ik doe dat ook echt kei graag. Dat is zot hoe graag ik dat doe. Om te zien wat mensen kopen, om te denken van, wauw, wat een goede combinatie. Ja, wow, dat is echt een, die gaat zich amuseren. I love it. Ja, dat blijft leuk, dat is een feit. En alles is buiten geraakt, Piepels is langs geweest, alles dit in orde. Ja. Dus vandaag is Ludivine terug vertrokken naar Frankrijk en ze komt in januari terug om dus de stok op te halen. Ik ging al zeggen, zo snel, maar ja, natuurlijk, ja, ze komt de stok. Ja, met haar ouders. Hè. Ja. Ja, ze zullen meerdere dingen nodig hebben, denk ik, want het is veel. Ja, allee, we hebben het zo wat ingeschat. Hè. Het is ook een van de redenen waarom ze hier vandaag nu was. Ja, komt goed. Allee, ik dacht vandaag even, want het zijn bijna feesten, dus het wordt zo stilaan. Het gaat eigenlijk snel, hè. Het jaar is toch voorbijgevlogen eigenlijk. Hè? Het is echt extreem. Ja, ik denk nu soms nog van, allee, hoe kan dat dat al december is? Heb je je advent kunnen doen? Ik moet het nog doen. Ze liggen hier achter mij. Ja, ik heb dat dus gisteravond, ik was laat thuis en ik had zoiets van... Het gaat echt vanaf nu, alle 23 dagen die nog resteren, zal ik alle 23 perfect doen. I promise myself en iedereen. Maar gisteren had ik zoiets van, ik ben echt kapot. Maar dan ik was ook naar Duitsland gereden, naar mijn zus. En dan eigenlijk, zondag op, maandag daar, dinsdag terug, Berlijn. Ja, echt een heftig schema, ja. Nee, maar goed, want ik had vandaag iemand in de winkel, die kwam met de ring.
En ik heb daar, ik weet niet of je de penisring al gevonden hebt uit de adventkalender. Dat mag ik verklappen, hè, want dat is dag 1. Hè. Dat was dag 1, hè. Ja. Dus dag 1 uit onze adventkalender is een hele mooie, allee, leuke penisring eigenlijk. Hè, met zo'n vleugeltjes en ribbeltjes. En een koordje. Ja, hè? Oké. Okay. Nu, ze kwam en ze zei van, ja, we krijgen die niet aan. Daar zitten namelijk, allee, er moeten batterijen in, maar we hebben geen batterij gevonden. En dat is de tweede die me dat zei. Dus, oké, hoe zit dat nu in elkaar? Dus in die ring zit een kogeltje. Heb je hem pakken of heb je hem... Oh, wel, misschien wel, misschien wel. Want misschien helpen daar wel een heleboel mensen mee. En dat is vaak zo. Dus als er een kogeltje in zit, een kleintje, zo'n bullet vibratortje, dan is dat batterijtje, zit dat daar eigenlijk al in. Altijd. Hè? Zo een bullet vibratortje, meestal zit het batterijtje daarin. Dat zijn vaak zo van die platte horlogebatterijtjes. Soms een... Ah, kijk, voilà. Yes. Ja. Dus die een bullet kan daaruit. Hartuwen, maar die kan daaruit. Dus, daar keek ze al van op. Dat was ze van... Oh. Weet je wat? Dus, het is goed dat je hard moet duwen, omdat dat ervoor zorgt dat natuurlijk op het moment dat je die aan het gebruiken zet, dat ding er ook niet uitvalt. Dus het is beter dat je daar wat op moet forceren, maar je mag dat echt wel een beetje duwen. Vanaf het moment, ja, je ziet dat ook, hè, dat zit daar los in. Dus vanaf het moment dat je ziet van alles zit los, probeer dat gerust een keer. En dan, ja, je ziet het eigenlijk al, hè, op dat zwart puntje. Kun je gewoon aan draaien. En dan heb je, want je ziet, bij mij zit het ook nog in. Ah ja, kijk. Voilà. Het is dat, hè? Misschien doe je dat dan eventueel zelfs open en dan nog heb je het zo niet helemaal... Nee. Ja. Dus hier zit het dingetje voor je batterij en hier aan deze kant, en ik zal het laten zien, dus kun je daar een keer mee schudden. En dan, ze vallen er ook moeilijk uit, dus ik snap het ding. Ondertussen ken ik het natuurlijk. Hier zitten nu batterijen, maar daarnet zag je dat dat zwart zag. En dat is omdat er zo'n zwart papiertje tussen zit. Eigenlijk redelijk standaard, hè, met dingen met batterijen in, om zeker te zijn dat dat niet aanspringt in de verpakking alvast. Ja, hebben ze dat zo met een dingetje erin gedaan, maar er zitten redelijk wat zaken met zo'n bullet in de kalender, dus het is wel goed dat we dat vanaf dag 1 even de wereld uithalen. Dan heb je het allemaal heb je het wel gezien effectief, hè. Dus je dat papiertje eraf putteren en klaar, hè. Daarvoor gebruik. Hij werkt. Maar ik herinner me vorig jaar, of het jaar ervoor, hadden we een andere kalender van een ander merk. Ja. Daar was, was er ook iemand die zo... Ja, dat werkt niet. En ik dat opendraaien, dat papiertje eruit. Oh, shit. Soms is het makkelijker dan je denkt. Ja. Ja, inderdaad. Dus bullet eruit, openwijzen, papiertje eruit, terug dicht. En normaal gezien zou die dan moeten. Voilà. Ja. Nou, ik vind een mooie ring. Nog een klacht. Was dat die ring wel vrij strak is? Of vrij smal is? Vrij klein is? Ja. Het probleem natuurlijk met zo'n kalenders is... Ze willen nu op dag 1 iets cools geven. Iets leuks. Vindt die wel leuk, die ring? Ja. Maar natuurlijk, als je nog niet zo superveel hebt... Dan krijg je op dag 1 zo'n ring. En je denkt... Nice, dat gaan we proberen. Maar eigenlijk is dat iets al redelijk... voor meer naar het einde van de kalender, want meestal zit er ook glijmiddel in zo'n kalender enzovoort. En voor dat soort zaken heb je echt glijmiddel nodig. Goeie tip. Maar dat is een ding aan die kalenders, vind ik. En ja, daar is echt toch nog wel wat werk aan om eigenlijk in een notendop, want je krijgt daar zo'n schone handleiding bij, dat is echt een mega handleiding. Maar waarom zit daar geen how to use it bij? Dat is toch redelijk te doen om met een app of met iets eigenlijk duidelijk te maken van je moet daar glijmiddel bij gebruiken, je moet dit, je moet dat. Want als je dit nu als eerste krijgt en je hebt totaal geen ervaring, ja, dat is strak, hè. Het is ook een strakke, hè, gezien met trekken. Mm-hmm. Veel verder dan dit raak ik niet, hè. Dus het is een eerder strakke penisring. Voor beginners is dat uiteraard een opgave, ja. Ja. Nu, sowieso moet je daar veel glijmiddel op doen. Hè? Ook op die vleugeltjes, allee, erin, op de penis, allee, overal eigenlijk. Hè? Zo glibberig mogelijk, en dan gaat dat wel. Ja. Maar voor veel mensen die niet zo superveel ervaring hebben met speeltjes, is glijmiddel ook niet iets wat je heel veel gebruikt. De meeste mensen zeggen, wel, ik heb dat niet nodig algemeen. Maar voor speeltjes heb je dat wel. Ja, inderdaad. Misschien moeten wij eens een adventkalender maken, hè? Met een how-to. Dat zou eigenlijk... Wat een idee voor volgend jaar. Dat is echt een goed idee, cool eigenlijk. Hè? Ja? We moeten dat doen. We gaan dat doen.
We gaan dat doen. We gaan het doen met een deftige how-to en een echte volgorde. Ja, ja, met een logische volgorde. Logisch. Ik snap dat je als eerste iets wilt geven waarvan mensen direct denken van, ah, deze is tof. Ja. Maar dat kan ook iets zijn waarbij dat je dan toevallig geen glijmiddel nodig hebt of geeft dan direct een heel goed glijmiddel als eerste. Ja. Dat kan ook. Ja. Dus er zit wel heel goed glijmiddel in, hè? Maar het komt te laat eigenlijk. Ja. Er zitten, wacht, ik zal eens kijken hoe laat het komt. Wacht, je moet niet alles verklappen. Ik ga niet alles verklappen, maar ik kan wel zeggen dat het redelijk laat komt. Oké. Ja. Hopelijk hebben jullie al een goed glijmiddel gekocht. Ja. En anders komt er even langs de winkel en koopt u eerst een glijmiddel voordat je aan die kalender nog... Ja. Maar dat is altijd een van mijn kritieken doorheen de kalender. Hmm. En ik heb hier nu een nieuwe bijvoorbeeld liggen. Hier achter mij heb ik van Willy vandaag een binnengekregen. Oh, vandaag pas? Vandaag pas, ja, ze zijn super laat. Daar zit gewoon geen glijmiddel in. Oei. Ja, optie. Ja. Dan, hè, want ze mikken daarmee op koppels en mensen die misschien al wat meer ervaring hebben. Dus ze gaan eruit. Je hebt waarschijnlijk al glijmiddel, maar geen glijmiddel. Nee. Laat dan uw toybag eruit en steek er glijmiddel in, denk ik. Ja, of zelfs een dosette, weet je, kleine staaltjes of dergelijke. Ja, inderdaad. Ja. Beter doen. Ja, nee, beter naar uit. Oh, zalig. Wat een leuk idee. Ja, ik heb al zien... Hoe heet het ook alweer? In Berlijn, hoe heet het ook alweer? Ik kan er even niet op komen. Zo'n feministen, zo'n heel progressieve sexshops in Berlijn. Die hebben dat ook gedaan. Zo'n eigen... en dat is eigenlijk... dat is eigenlijk wel kei leuk, hè, om het te kunnen samenstellen. Maar misschien een samenwerking, hè? We zullen eens nakijken. Super tof. Oké, top. Yes. Vandaag gaan we pasties bespreken, heb ik het al gezegd. Ja, dus zo tepelversieringen. Hallo. Ja, feesten komen eraan. Het worden waarschijnlijk toch weer vrij kleine, intieme feesten. Alleen we hopen dan natuurlijk, hè, dat er ook wat intimiteit bij komt kijken. Ik vond het wel leuk vorig jaar, die intieme feesten. Je moet er het beste van maken, zo is het nemen. Mm-hmm. En ik heb terug deze in de winkel. Dus ik ga gewoon even tonen. Ja. Dus ik heb prachtige, Ruud, echt prachtige nieuwe handgemaakte pasties. Dus die wil ik gewoon graag tonen aan jou. Om eens te kijken wat je ervan vindt. En dan deze heb ik gewoon terug in de winkel. Hè. Dus de crosses. Ja, de hearts. In zwart ook. Ja. En dan deze? Ja. Oké, heel mooi. Super. Ja, hè? Dus dat is eigenlijk voor de mensen die het niet kennen. Dus dat zijn tepelstickertjes eigenlijk eerder. Hè? Ja. Dus je haalt even een tepelstick. Je plakt dat op rond je tepel. Ik doe nu zo. Ja, of over je tepel. Bij u, ja, misschien wel eerder. Ja, of nee, ik bedoel, ik wou zeggen, de kruisjes en zo, die plakt je echt over je tepel. Natuurlijk. Ja, dus dit zijn echt plakkers eigenlijk, hè? Ja. Heb je het al geprobeerd? Ja, ik heb er in zwart, van die kruisjes. Heel leuk. Ze zijn ook ze plakken heel stevig, maar ze plakken heel zacht. Ik weet niet of dat makes sense. Maar dus ze plakken heel goed vast. Maar het is niet als je ze moet aftrekken of zo, dat je denkt van, wat is dit? Nee, dat is totaal niet pijnlijk of zo, hè? Nee, absoluut niet. Dus mooi, hè? Oh, echt heel mooi. Ja, ja, hè? De mini-kit. Super tof. Ja. Dus dat is een klein probeerseltje voor te zien of je niet allergisch zou zijn aan de lijm. Mensen vragen altijd. Oh, ja. Dat wist ik zelfs niet dat erbij op zat. Ja. Ja. Maar ja, je zou daar ook kunnen creatief mee omgaan natuurlijk. Je kunt dat inderdaad plakken. Hè. Ja. Dus dat is weer voor de tepels. Dus ja, het is echt, zoals Ruud zegt, het plakt stevig. Dus het kan niet afvallen of afglijden of zo. Ook niet als je een beetje zweet of zo. Allee, dat is wel gewoon. Maar... als je ze eraf haalt, doet het ook geen zeer. Ja. En je kunt die eraf halen en dan terug op de plastic plakken. En dat gaat wel een paar keer meegaan. Deze, die gaat op een gegeven moment wel moeten wegsnijden. Ja. Maar bijvoorbeeld deze zouden wel kunnen terug opnieuw plakken. Hè? Ja, die blijven echt een hele tijd. En als je die in de koelkast bewaart, dat heb jij mij geleerd, Rebecca, dan blijven die langer goed. Ja. Dan blijft die lijm beter. Dus maar je kunt ze zeker een paar keer gebruiken, absoluut. Ik heb die van mij ook al een aantal keer gebruikt. Dus. Ja, moet je echt hergebruiken. Natuurlijk, de verrassing is er een beetje af als je het doet als surprise, hè, maar allez, het blijft wel leuk. En zeker van die kruisjes, om dat onder iets te dragen, eigenlijk iets doorzichtigs. Het kan heel tof zijn als je voor wat ergens naartoe gaat of zo en je hebt een doorzichtig kleedje aan of iets, om dat gewoon over de tepels te plakken, ja. Ja, of zo, dat je het begin ervan ziet in je decolleté eigenlijk, hè. Zo hier.
ja. Een stukje ziet. Oké, deze vind ik ook heel mooi. Dat zijn de flamboyants. Oh, die heb ik ook terug. Ken je ze niet? Nee. Wauw. Dus dit is not safe voor Facebook, maar aangezien we een filmpje maken, moet het kunnen. Hè? Ik hoop het. Ja. En de derde dan voor beneden? Ja, dat is voor het op de vulva. Wauw. Mooi, hè? Ja. Ja, hè? Wauw. Ja, dat is eigenlijk... Hier zie je het, hè? Ja. Oké, echt bovenop de Venusheuvel, zo. Ja, Venusheuvel versiering. Supermooi. Je zou het ook op de lage rug kunnen doen, natuurlijk. Hè? Bijvoorbeeld, ja. Zou ook wel nog mooi kunnen zijn. Maar goed, ik vind dit wel echt interessant, hè? Dat is echt kei mooi. Die had ik nog nooit gezien. Die waren er nog niet, vroeger. Flamboyant heette ze. Ja, van Bijou en Discret. Ja, ze glitteren en ze zijn eigenlijk geïnspireerd op pauwenveren. Ja, ja, ik zie het. Waarom? Ja. Mooi, leuk. Ja, yes. 17,50 euro. Oh ja, dat is echt heel oké. En vooral omdat je ze kunt hergebruiken. Hè. Het is een beetje zoals lingerie, maar dan uitdagender en anders. Hè. Ja, zo'n beetje als een temporary tattoo eigenlijk. Hè. Ja, ja. Glitter voor de borsten. Dus deze is de grijs-zwarte versie. Ja. Ah ja, en daarnet was de blauw-groen niet zo, hè? Ja, dat was de blauw-groen, ja. Ik denk dat je dat makkelijk kunt zien. Niet zo, maar ja, zo naast elkaar echt wel. Ja. 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 Right. Mooi. Leuk. Ik ben het leuk vind. Ik wist niet dat je deze nog niet kende. Ja. Nee, ja, we hebben die al een tijd niet meer in de winkel gehad. Dus allee, duidelijk, meer dan 3 jaar dan. Dus, Meer dan 3 jaar dan, dat moest zijn. Ja, ja. Ja. Ja, het is toch wel, ja. Dat zal zeker al 5 jaar geleden zijn geweest. Ja. 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 Oké, en dan hebben we de echte klassiekers. Ah, oh, I love them. Super, ja, dat vind ik echt een max. Ja. Heb je dat al geprobeerd? Nee. Okay. Het staat heel hoog op mijn to-do-lijst. Ah, oké, dan weet ik weer wat sturen eventueel. Hè. Maar ja, dit is dus de uitdaging is natuurlijk om met die flosjes te... Ah ja, maar ik heb gebuikdanst in mijn leven, hè? Dus ik zou dat moeten kunnen. Er zijn cursussen voor, hè? Om zo'n flasjes te draaien. Ja, burlesque, ja, ik weet het. Ja. Je hebt er zowel enkele die daar redelijk veel mee bezig zijn in België. Hè? Dus de Max, ja, ik vind dat echt supercool. Ja. Ja, dus dat zijn de echte klassiekers eigenlijk. Hè? Dus het is, je hebt geplakt dat eigenlijk met tape. Hè? Dus het is kant en klaar. Dus in dat hoedje zit zo'n kruisje van plakband, hè? Dubbelzijdige lichaamstape. Ja. Zo plakt je die en als je die eraf haalt, moet je die gewoon opnieuw plakken met opnieuw een stukje tape. Dus je moet eigenlijk een rolletje tape, lichaamstape wel gaan kopen. Ja, maar bij een apotheek of zo is dat niet zo super moeilijk om te vragen voor zo'n huidvriendelijke dubbelzijdige tape. Ja, echt reusable. Yes. Ja, dus die zijn zoiets van een €24,90, denk ik. Dat hou ik nog, hè. Dat is echt heel oké. Ja. Dat is echt te doen, ja. En dan heb ik handgemaakte pasties. Dus daar heb ik... Ik kon er niet aan weerstaan, maar ik ze toch wel echt heel bijzonder vind. Dus die worden gemaakt in Ibiza ook. In Ibiza. Ja. Niet Pachat zelf, maar het is eigenlijk een oude hippie-dame die ze maakt. Leuk, hè? Ja. Heel mooi. Dat is echt bijzonder. Oh, Rebecca. Je moet die ook een keer op die... Ja, ik ga dat doorsturen naar wat mensen die ik ken die bezig zijn met burlesque en met dat soort zaken. Je gaat, aan de achterkant, ja. Het is dus leer, hè? Ja. En het is echt leer, hè? Het is echt leer en stof en alles met de hand genaaid. Met kraaltjes eigenlijk. En dan aan de achterkant, dus die tape. Hè. Dus je ziet op deze manier kunnen die makkelijk... Maar dat zijn sowieso herbruikbare dingen waarvoor dat je echt van die tape moet kopen. Als je dat regelmatig wilt doen, moet je effectief van die speciale tape kopen. Dat is nooit dat 100% herbruikbaar blijft. Hè. Je moet die altijd... echt wauw. Oeh, prachtig. Ja, er zit glittering in. Dus deze zijn zilver. Ja. Met zo eigenlijk een fleur de lis-achtige tekening. Terwijl hier hadden we bloemetjes. Ja. Ja. Dus bloemetjes, fleur de lis. Mooi, hè? Ja, super. Ik ben helemaal in love. Maar dit hier gaat je ook heel mooi vinden. Wacht, er is nog andere die ook wel mooi zijn. Wacht, ja, dat zijn zo meer klassieken ook. Eigenlijk klassieke, maar... Ah, ja.
Maar gewoon die flosjes alleen al zijn leuk, hè. Dat is echt... Ja, echt schone flosje, hè. Ja. Tof, heel tof, ja. Dus deze. En dan heb ik ook nog gewoon helemaal zwart met glitters. Dus ah ja, ook weer klassieke. Ja, en dat is leer. Die zijn echt... Dat is allemaal echt leer. Ja. Ja. Dat is handgemaakt met leer en opgenaaide, opgeplakte kleine kraaltjes. En dan die schone flosjes. Ja, dat gaat zeer lang mee, hè. Dat is het, en dat zet zich ook, dat is het voordeel aan leer, dat zet zich ook zo'n beetje naar uw lichaam en uw vorm, hè. Ja, het is leer met stof op. Ja. 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 En dan, heel mooi vind ik, voor de vrouwen met een grotere tepels eigenlijk. Ah ja, ja. Heel tof. Ja. Mooi, hè? Ja, dat is heel leuk. Ja. Dus dat bedekt echt een grote pak meer in feite. Daar komt eigenlijk op neer. Ja. Vinders, vind het super mooi ook. Ja, mooi. Echt heel mooi. Heel, heel mooi. Ja. Zo. En dan. Oh, wat is er nog een collectietje zo. Iets meer gothic. Een beetje bijzonder. Echt een juweel, dus je hebt dat. Oh. Maar dan hangt er eigenlijk een collier aan vast. Oh, oké. Ja. Dus dit hier, ik ga het nog helemaal uit elkaar halen. Maar in feite, ja, gaat dat rond je heupen. Dit hier. Het is geen collier, het gaat rond je heupen. Ja. Ja. Ja, amai, super. Dat is, ik weet niet hoe mooi. Ja, hè? Bijzonder. Ja, echt. Dus met kleine hartjes aan. Ja, mooi afgewerkt, ook weer leer. En dan dat collier heeft heel... ik zeg collier, maar het is dus een heupjuweel eigenlijk. Ja, hè? En de bedoeling is dat aan de achterkant op je rug eigenlijk, dat juweel dan aan je billen hangt. Hè? Dat is zo wat het... Ja, ik ga het eens moeten volledig losmaken om te zien. Maar het gaat rond je heupen. Dus het gaat daar mee gaan dansen. Hè? Ja. Het is prachtig. Het is echt de max. Super. Ja, voor buikdansen moet het ook heel tof zijn eigenlijk. Hè? Ja, buikdansen en burlesque allebei. Ja, echt... Ja, voor de pin-ups. Hè? Ja. Heel, heel tof. En dus ja, in dezelfde trant, deze dan. Eigenlijk ook met een... Dus dat zijn al sterretjes. Ja, ook leuk. Ja, ook weer met zo'n heupjuweel en daar komt die ster in terug. Oh, I like. Oh, ik hou van dat soort dingen. Ja, dat is heel gewoon. Ja. 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 Aan de achterkant, dat moet echt goed vasthangen natuurlijk. Hè? Ja. Omdat je nog met die ketting erbij zit. Voilà. Oh, ik vind die super. Dus dat zijn echt wel heel bijzondere. Dus die kosten wel €69. Ja, dus, maar dat is ook iets wat je blijft gebruiken. Dat gaat niet... Allee, dat is nooit weg. Ja, dat gaat niet kapot. Ja. Dat zijn dan iets meer klassieke met strikjes ook. Ja. Ik ze nu goed aan het houden. Je ziet de strikjes ook niet zo super goed. Nee. Ah ja, maar dan op aan de rug nog een strikje erbij. Ja, super tof, hè. Ja, strikjes. Ja, op deze manier, ja. 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 Ja, keileuk. Ja. Yes. Ja. En dan de laatste... Dat is echt zo'n zeemeermin. Oeh, ja. Flashy. Ja. Ja. Maar dat is zeker te combineren met bepaalde zaken. Ja, supermooi, hè. Ja. Ja. En ook als je nadenkt, als je dat bijvoorbeeld met bepaalde lingerie... Pak nu dat je alleen een broekje of zo aandoet. Of, allee, daar zijn echt hele mooie combinaties mee te maken. Ja. Ja, ik ben er echt blij mee. Ik denk niet dat je die... ergens anders kunt vinden. Alleen het is echt wel bijzonder. Nee, ik herinner mij ook van mijn tijd, dan als ik buikdans en zo deed, dat soort zaken echt heel moeilijk te vinden waren. En zeker als je kwalitatief iets tof, iets leuk en iets goed wilt, dat was niet evident. Dus nee. Heel tof. Allee, ja. Fijn. Ja, dus ik ga die allemaal fotograferen en online zetten. Super gewerkt. Ja. Dat is echt mijn job de komende weken natuurlijk, hè. Echt alles moet online. Ja. Maar het is ook wel de moeite om eens te gaan kijken. Want sommige van die zaken zijn gewoon veel leuker om die in het echt te kunnen zien. Ja, dus die unieke stuks natuurlijk, weg is weg. En eens dat ik ze uitgestald heb en er komen mensen kijken, het is echt, ik heb maar één van elk eigenlijk. Ja. Ik weet het, ik heb bij sommige dingen al gedacht. Ja, uw kattenmasker, daar gaat iemand snel voor moeten zijn, want anders kom ik het halen. Er zijn prachtige maskers. Ik zal die volgende week tonen, hè.
Ja, dat is keigoed, volgende week. Om naar de feesten gaan. Dan heb ik nog tijd om te denken of dat ik het toch niet zelf wil. Is dat totaal gaat niemand het zien te zijn, ja. Dus nee, eigenlijk langs de winkel loopt, want het ligt in de etalage. Ja. Oh. Oeps. Oeps. Nee, maar dat is oké. Ik vind dan het leuk aan die dingen, dat je weet, er is één ding. Mm. En als jij dat hebt, is dat echt heel uniek. Dat is echt van u, dat moet bij u passen, dat moet... Ja, zoiets spreekt tegen u, vind ik altijd. Als, je vindt dat, als dat bij u hoort, dan voelt je dat. Ja, ja, maskers moet je eigenlijk ook wel passen, hè? Dat is niet gemakkelijk, hè? Nee, dat is niet gemakkelijk online. Dat is waar. Nee. Ja. Dat is, ja, want ik denk ook vaak... Ik heb er nu bijvoorbeeld gisteren bij u wel wat zo geprobeerd. Mm. En eigenlijk hetgene waarvan ik dacht, dat gaat het minste bij mij, dat past in het beste. Dus ja. Je kunt dat eigenlijk bijna niet... Ja. Het is echt interessant om dat eens te gaan proberen. Om eens te zien hoe past dat bij je gezicht. Ja, ja. Daar zullen we het daar volgende week over hebben. Maar dat is eigenlijk wel een studie waard van... Hè, hoe staan de ogen? Hoe staat de neus? Wat voor soort masker past er eigenlijk best bij? Dat is eigenlijk op zich wel... Ja. Dat moet te bestuderen zijn. Maar dat is een heel goed idee om volgende week daar even in diepgang... Ah, volgende week ben ik bij u. Ben ik in de winkel. Dus dan kunnen we echt laten zien. Samen. Want we hebben twee compleet verschillende gezichten. Dan kunnen we echt laten zien wat dat er bij wie past en waarom. Ja. Oké, dat is keigoed. Top idee. Ça va. Gaan we doen. Yeah. Yes. Ja. Mensen, bedankt alweer om erbij te zijn. Ik heb nog een community gift weg te geven. Ah ja, oh, ik ben zelf benieuwd. Gift. De community gift. Wacht, ik ben vergeten om erbij te pakken. Even bijhalen. Soms bespreken wij die dingen op voorhand, soms ook niet. vandaag dus niet, ik weet van niks. Ja, dus ik ben benieuwd wat het gaat zijn. Ja, ik heb een redelijke hoeveelheid van deze digits. Oh, digits. Wat een mega gift, Rebecca. Ja. Ik ga deze weggeven bij elke aankoop op de online shop, omdat ik een grote hoeveelheid digits heb. En ik jullie, naar aanleiding van jullie ongelooflijke interactiviteit in de groep en de plezante posts, extra wil belonen. Maar als je deze week, het is geen makkelijke week, want het is de week van Sinterklaas. Sinterklaas is zo niet echt een feest voor de volwassen speeltjes. Als je toch een aankoop doet op de online shop en je zet community in de couponcode, krijg je de digit van mij. Hela. Dat is echt de max. Ja, dat is, ik heb die gereviewd. Ik heb die positief gereviewd. Ik vind die echt heel leuk. Dus ik zou zeggen, als je iets op je verlanglijstje hebt staan, is dit echt wel een goed moment. Want dat is toch een cadeau van 50, 60 euro. Nee? 69 euro. 69, 70 euro zelfs. Ja. Ja. Dus echt de moeite om nu uw aankoop te doen. Ik had het aangekondigd. Hè. Ik kan wel eens zo van die heftige giveaways doen ook. Hè. Ja, echt super tof. Ja, de digit is... Misschien even uitleggen, Ruud, of gaan we gewoon een linkje zetten naar uw review? Je mocht hem uitleggen als je wilt. Ik wil hem ook uitleggen. Maar. Ja. Ja, dus het is zoals je ziet hoe dat Rebecca hem vast heeft. De bedoeling is dat je vingers er eigenlijk doorschuift en je kunt verschillende vingers gebruiken. En je krijgt eigenlijk... Ja, dat is het grappigste als je de dia pakt. geeft u eigenlijk een soort vibrator aan uw vinger, dus aan de manier van stimuleren. Hij is heel intuïtief in manier van bedienen. Dus aan de zijkanten heb je knopjes die je, ook als je hem op je vinger hebt geschoven, eigenlijk gemakkelijk met of je duim of met je andere vinger aan kunt. Dus heel makkelijk om te bedienen. En daarnaast, ja, de vibraties zijn heel, heel, heel goed. En doordat je het als een soort vinger gaat gebruiken, kun je ook zo wel op dezelfde manier gaan stimuleren als dat je normaal gezien zou gaan doen. Dus je kunt hem inwendig wat gebruiken, je kunt hem uitwendig gebruiken. Het is echt... Amai, ik ga je nog inhuren, Rebecca, om bij mij een uitleg de juiste hand. Net zoals dat meisje zo bij de juiste prijs of zo. Ja, ja, heel grappig. Zo, ja, inwendig, uitwendig... Ja, goed. Ja, maar echt, ja, super. Ja, het is ook mega krachtig en eigenlijk stil. Hè? Dus dat valt ook allemaal mee. Oplaat daar wat er zit, alles eigenlijk. Ja. Alles wat je wil, siliconen. Ja. De digit van Hot Octopus, dus vanaf morgen tot en met volgende week, donderdag. Ja. De community gift.
Voilà. Doen. Amai. Woe. Ik ben echt onder de indruk, Rebecca. Ik kan mijn eigen aankopen uitstellen. Ruud is niet gauw onder de indruk. En wanneer komt dat masker online? Nee. Nee. Ik heb de digital, dus all good here. We zien elkaar volgende week, Ruud. En we zien ook jullie weer terug. Yes. Ik zou jullie zeggen, jullie nog een fijne avond. En als jullie vragen hebben over om het even welk speeltje eigenlijk, hè, stuur gerust een berichtje. En dan gaan wij daar werk van maken. Absoluut. Voilà. Veel plezier. Alvast een fijn weekend gewenst. Al is het nog maar donderdag. Ik vind dat dat mag. En tot de volgende keer. Yay. Bye bye. Je bent er nog en we zijn nog live. Ja, ik zie het.